vanuit de Cobra Museum zijn wij benaderd om hier samen met 26 jongeren een cadeau te maken voor de Eerste Koningsdag die ze op 26e gaan vieren hier in Amstelveen. En wat is het verschil met volwassenen of met jongeren werken? Nou, vaak is het zo dat bij werk met volwassenen iets moeilijker is, omdat zij toch vrij vaak een standpunt, idee, al totaal gevormd zijn. En met jongeren zijn ze veel meer zoekend. En dus maakt het makkelijker om qua creativiteit om ze veel meer uit te dagen dan bij volwassenen. Ja, iedereen had zijn eigen ideeën, zeg maar, over het Koningshuis. En dat werd dan uitgewerkt in tekeningen. En toen kreeg iedereen zijn plek en dan mocht hij gaan schilderen, zeg maar. Ja, we moesten zeg maar eerst over het Koningshuis associëren wat het met jou ook te maken heeft. Ja, en daarna hebben we gewoon alles zeg maar naast elkaar en over elkaar heen geschilderd. Dus waardoor het eigenlijk een beetje een geheel is geworden. Iedereen helpt elkaar gewoon en iedereen geeft elkaar tips. Dus het is wel heel leuk. Het is echt een heel groot gezamenlijk proces eigenlijk. Het feit dat zij zich zelf hebben aangemeld is al een gegeven dat zij dit leuk vinden om te komen doen. En aan de andere kant, ja, toch, je hebt het vaak dat jongeren zeggen van, nou, ik kan niet tekenen of ik word helemaal vies van verf en dus dan heb ik hier niet zoveel zin in. Maar in dit geval waren ze gewoon heel actief bezig. En hebben jullie nog een stukje waar jullie het meest trots op zijn? Op het geheel. Ja, dat denk ik ook wel. Dat het toch wel echt bij elkaar is gekomen. Ja. Want eerst dacht ik, hoe gaan we alles bij elkaar krijgen? Maar het is eigenlijk een heel mooi groot geheel geworden doordat... Ja, omdat we zo'n verschillende stijl hebben, maar toch het allemaal bij elkaar komt. Ik vind het wel heel mooi geworden. Wij zijn hartstikke trots. En het feit dat wij dit als resultaat, een goed resultaat hebben, dankzij hun inbreng en motivatie.